Een bijzonder gezicht deze week in Maassluis. De kademuur van de Goudsteen wordt verstevigd en daar is onder meer een duiker voor nodig. Na 10 jaar uitstel wordt nu van alles uit de kas getrokken. Wat gaat er precies gebeuren? De gemeente Maassluis heeft opdracht gegeven om deze kademuur intact te houden. Maar die kademuur is verzakt. Die komt naar voren. Dat hebben ze besloten om die kademuur te versterken. En wat gaan ze nu doen? Gaan ze de kademuur opbreken en daarachter gaan ze een versterking aanbrengen. En waar wij worden ingehuurd om de palenrij van deze oude kademuur in kaart te brengen, zodat ze die oude palen niet kunnen raken terwijl ze daar versterking aanbrengen. Van het duikbedrijf is vandaag Pepijn aan de beurt om het water in te gaan. Ik ga het aan mijn duikploegleider vertellen wat voor materiaal, hoe de kade eruit ziet. De mate van de palen die onder de kade staan en dat soort dingen. Ja. Open kast staat dicht. Je kunt hem nergens achterhaken. Nee, ik kan hem nergens. Er zit geen gat in of iets op waar ik hem even achter kan haken. Duidelijk. De huidige werkzaamheden duren zo'n 8 weken. In het voorjaar van 2020 staat de versteviging zelf op de planning. Dat duurt tot medio april. Uiteindelijk moet de Goudsteen een verbinding vormen tussen het stadshart en het onlangs opgeknapte Marelplein, waar in de toekomst de vrijdagmarkt plaatsvindt.